Hoi, ik ben Cathy en welkom bij het Printdeal klaslokaal. Vandaag laat ik je zien hoe je verpakkingen ontwerpt in Adobe Illustrator. Verpak als een pro met je naam of logo op al je verpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan luchtkussen en bordterugenveloppen of papieren verzendzakken. We hebben alles voor je verzendingen in elk formaat en budget. Aan je ontwerp ziet de ontvanger gelijk dat het van jou komt. Tijd om aan de slag te gaan met jouw verpakking met een wow-factor. Ik ga je nu laten zien hoe je duurzame luchtkussenenveloppen ontwerpt in Adobe Illustrator. Kijk je mee? Ik zit hier al op de pagina van de duurzame luchtkussenenveloppen en ik ga je nu laten zien waar je de werktekening downloadt. Hiernaast productinformatie vind je altijd een tab aanleveren. Als je daarop klikt, krijg je altijd een verzameling van verschillende werktekeningen die je nodig kan hebben. Ik heb hier de D4 kraftenvelop nodig, dus ik klik daarop en ik download die. Ik heb hier de werktekening in Illustrator open gedaan en dan zie ik al meteen een mooie voorstelling van hoe de envelop eruit ziet en een maximaal drukgebied waarbinnen je moet blijven met je logo en je tekst. Wat heel belangrijk is, is dat je in de juiste laag gaat ontwerpen. Dat is in de laag ontwerp. De andere twee lagen bevatten de template zelf en informatie die toch niet mee op het drukbestand zullen worden bewaard. Wat ik nu ga doen, is in mijn ontwerp mijn logo plaatsen. Ik zoek dat even op mijn computer. Dan heb ik hier een logo staan dat ik wil gebruiken en ik sleep dat in mijn werktekening. Dus mijn logo is hier nu wel iets te groot, dus ik ga dat een beetje verkleinen. En ik schaal dat door te slepen en op shift te drukken om de verhoudingen te bewaren. Zo, en ik wil dat in mijn linkerbovenhoek plaatsen, want het is natuurlijk wel belangrijk dat je plaats vrijlaat voor je verzendlabel of je adresgegevens. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat wit in je ontwerp niet wordt meegedrukt, want dat is geen mogelijke drukkleur. Dus alles wat wit is in je ontwerp, wordt gewoon transparant. Dan ga ik ook nog een tekstje plaatsen. Bijvoorbeeld, forget the rules, if you like it, wear it. Zo, en nu is mijn ontwerp klaar zoals ik het wil. Het enige dat ik nu nog moet doen, is het bewaren als een drukklare PDF. Dat doe ik door op File, Save As te klikken. En ik ga dit een naam geven. Ik ga het bewaren als een PDF, heel belangrijk. En dan kies ik hier voor PDF XNA. En bij output, heel belangrijk, voor een Coated Fogra 39 kleurprofiel. Zo, en nu is die klaar om opgeladen te worden via de site. En dat is hoe je verpakkingen met een wow-factor ontwerpt in Adobe Illustrator. Nu je ontwerp klaar is, hoef je het alleen nog aan te leveren. Maak je duurzame luchtkussenenveloppen af met een mooie sluitsticker na het vullen. Die zijn klaar om op reis te gaan naar een blije ontvanger. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen over het ontwerpen van verpakkingen in Adobe Illustrator? Laat het weten in de reacties. En wil je meer ontwerpvideo's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot de volgende keer!